Live bij Thomas wordt mede mogelijk gemaakt door MA Producties. Welkom bij een nieuwe aflevering van Live bij Thomas. Ditmaal bij mij te gast de heren van Matt Winson. Hun EP Glowing Eyes is net uit en ze komen er hier wat nummertjes van spelen. Geniet mee van de eerste, Into Pieces. Two Pieces van Matt Winson. En voor de kinekijker, ja, ze zijn al een keertje eerder geweest. En de volgende plaat die ze gaan doen, hadden ze toen ook al gedaan. Alleen nog niet met Banjo. Dit is To This Place. Thinking of others.
present myself. Inmiddels tegenover mij, de gasten van Mad Vincent, Thomas en Matthijs, goedenavond. Hi. En ook Pieter en Magnus natuurlijk gewoon op de achtergrond. Hey, vorige keer was het januari dat jullie hier waren. Dat had een beetje te maken met de grote prijs van de Bollenstreek en dat soort dingetjes. En nu staat echt de schijnwerpers op jullie, want Thomas vertelt zelf, donderdag. Ja, donderdag. Ja, wij hebben sinds januari, hebben wij, 6 maanden is dat nu ongeveer, hebben wij... Ja, elke dag keihard gewerkt aan een mini-album, of een EP eigenlijk. Ja. En donderdag is de grote dag dat we die in Gebroeders de Nobel mogen presenteren. Ja, en dan zeg ik wel alvast heel uitjes voor de televisiekijker. Je hebt het al gemist, maar voor de radioluister inderdaad, aanstaande donderdag, dan is het zover. Jullie EP-release, Glowing Eyes. Hoe tevreden ben je, Thomas? Heb je nu last minute of zo puntjes? Nou, hadden we maar... Nou ja, er zijn hele kleine dingen, maar dat is misschien ook iets wat je als muzikant vanzelf doet. Dat je nooit helemaal tevreden bent, maar ik geef het echt een 9 voor uit 10. Dat is dan nog best wel goed, er is overal wat te verbeteren. En Matthijs, wat zeg jij? Ja, ik ben ook heel tevreden, zeker gezien de tijd die we nu met z'n vieren zijn. Ja. Dat is 7 maanden in totaal, denk ik nu. Ja, want januari is Magnus er pas bijgekomen, de trompet. Ja, het was eind december tijdens de finale van de grote prijs. En sindsdien is het altijd met Magnus geweest. En wat dachten jullie toen in een van, joh, we pakken er ook nog een banjo bij? Nou, Pieter, we wisten wel dat Pieter op gewoon banjo kan spelen. Ja. Dus we dachten, laten we dat ook gewoon maar lekker toepassen. Ja, nou, dat het past er helemaal in het plaatje. Het maakt het wat meer zomerser en nog wat optimistischer. Ik zou hem er zeker bij houden en niet wegdoen. Hoeveel van de liedjes speelt die banjo op de nieuwe EP? Twee op de EP. Twee op de EP. Van de 5, 6? Van de 6 liedjes die erop staan. Ja. Erin houden, jongens. Zeker. Gaan jullie dit jaar ook nog meedoen aan de grote prijs, of niet?
bedoel, jullie zijn geen eerste geworden, maar jullie zijn zeker wel kanshebbers. Ik bedoel, jullie stonden in de finale. Laat ik het zo zeggen, we hebben ons nog niet ingeschreven. Heb je de meest recente prijs al gezien die je kan winnen? Ik heb het gezien, ja. Ik zou me echt heel snel weer gaan inschrijven. Ja, een weekend opnemen in Wisseloord. Ja, dat is wel mooi. Ja, ter waarde van 5000 euro. Kan je gewoon zo even in de pocket steken. Ja. Hey, jongens. We gaan het nog eens heroverwegen. Zou ik zeker doen. Willen jullie nog wat kwijt, zodat jullie terug gaan naar het speelplein? Nou ja, we zijn heel benieuwd naar de reacties. En ja, we hopen jullie allemaal donderdag te zien in de Nobel. Vanaf een uurtje op 8. Met een heel goed voorprogramma. Yara, een Haagse singer-songwriter. Mm-hmm. En dan om, ja, daarna spelen wij. En daarna is er gelegenheid om een EP te kopen. Aan alle 6 de nummers van de EP. En wat bonus? Ja, nog wel een aantal bonus. Nog wel een aantal bonus. Ja. Gek, jongens. Ik zou zeggen, ga lekker terug naar het speelplein. Dan krijgen we zometeen history van jullie. En nou ja, wil je de gasten in de gaten houden? Dat kan natuurlijk. MattWinson.com is de website. Of surf dan eens even naar hun Facebook. Facebook.com/MattWinson. En dan M-A-T-T Winson erachteraan. W-I-N-S-O-N. Het lijkt wel lingo. Matt Winson is bij me over de vloer. En dit is nieuw werk van ze. History.
History van Matt Vincent. Het was alweer de laatste van ze. Leuk dat je keek naar Live bij Thomas. Volgende keer heb ik gewoon weer nieuwe artiesten voor je klaarstaan. Live bij Thomas werd mede mogelijk gemaakt door MA Producties.